Goedemorgen iedereen. Ik hoor snel eventjes een korte video opnemen. Omdat we vandaag zijn we niet alleen 3-3, dus 3 maart. Maar ik weet niet wat jullie het wel volgen, maar er is ook een bepaalde conjunctie, een bepaalde samenstand of weerspiegeling, wat dan ook, ik ben geen astroloog. Maar tussen Mars, de planeet van oorlog, de planeet van vuur, woede zou ik bijna zeggen, en maar echt passie gedreven. En Pluto. En dat ze kan ervoor zorgen dat het vandaag heel explosief wordt. Dus ik zou zeggen, beet vandaag wel 20 keer je tong af vooral je iets wil zeggen. Draai je tong dan nog 100 keer in je mond vooral je wil gaan reageren. En leef het leven niet vanuit actie en reactie. Maar leer hoe dat je jouw leven kan gaan transformeren op een hele rustige manier. Op een hele moeiteloze manier, zoals het eigenlijk ook bedoeld is. En dat is eigenlijk ook hetgeen waar ik vandaag ook een stukje nog verder ga werken zelf. En nadat ik mijn klantsessies gedaan heb. Maar wat ik ook jou wil in meenemen, jou ook wil leren. Dus als je zoiets hebt van, ja Lindsay, oké, transformeer je leven, maar hoe begin ik daar dan aan? Wel, deze maand geef ik 4 gratis webinars. Dus dat wil zeggen, je kan gewoon inschrijven op de mailinglist van dat webinar. Dan ontvang je een automatische mail met de link naar de Zoom-sessie. En dan ga je ook de datum zien wanneer dat die webinars doorgaan. Ik heb verschillende datums, verschillende dagen, verschillende uren gekozen, zodanig dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen als je dat toe geroepen voelt. Ik ben even afgeleid door mijn dochter. Dat kan je daarop inschrijven. Daar gaan we heel veel dingen leren. Over enerzijds van wat is er eigenlijk gaande. Wat betekent het stuk collectief voor 2022. Wat staat er eigenlijk allemaal op het programma als het ware. Maar wat heeft dat dan ook als invloed op jouw leven? We gaan een stukje hebben over zelfrealisatie. Wat dat is. Hoe dat zich dan uiteindelijk toont in een dagelijkse 3D-leven. Want ja, werken met energie is één ding. Maar op welke manier kun je dat ook praktisch gaan gebruiken om je leven echt te gaan transformeren. Er zijn heel veel oefeningen in. Wat kan ik nog zeggen? We gaan ook spreken rond eenheid in jezelf. En daar ga ik ook een stuk uitweiden, of uitweiden, ingaan liever, op de mannelijke en de vrouwelijke energie in jezelf. Misschien komen er zelfs nog op de avond zelf, dat ik voel dat er een aantal transmissies mogen gebeuren. We zien wel wat dat er allemaal nog komt. Ik ben natuurlijk de PowerPoint ervoor aan het maken, zodat je ook gemakkelijk kan volgen. Maar dus het is echt bedoeld van, kijk, als je voelt nu, en je hebt zeker nog nooit met mij samengewerkt, want als je met mij samenwerkt, dan zijn er heel veel dingen die er al ondertussen nog wat weet natuurlijk. Zeker als je al het groepstraject en de individuele coachings en zo gedaan hebt, dan heb je daar al heel veel dingen in meegekregen. Ik kan natuurlijk nog altijd verder groeien, hè. Er zijn altijd nog nieuwe inzichten die kunnen ontstaan, maar ik wil dat toch even duidelijk meegeven. Dus het is mogelijk om jouw leven te leven vanuit een hele hoge energie. Om elke dag je gelukkig te voelen. En ja, ik heb dat al verschillende keren gezegd. Er zijn ook dagen die in iets lagere energie, dat je die in lagere energie start. En vaak heeft dat ook te maken. Ik wil weer veel te veel dingen in één keer zeggen. Vaak heeft dat ook te maken met het feit dat je in de loop van de nacht dan dingen verwerkt hebt. Dat je dingen geleerd hebt als ziel. Dat je dingen losgelaten hebt. Misschien dat je het soms ook zelfs bewust echt nog weet waarover je bijvoorbeeld gedroomd hebt. Maar dat zijn ook dingen die je dan transformeert. Dat je mee bezig bent. En dat maakt soms dat ons lichaam dat dan ook fysiek moet verwerken de dag nadien. En dan is het belangrijk om ook te leren luisteren naar je lichaam. Dus dat en zoveel meer, dat zijn allemaal dingen die ik leer en die ik meegeef aan mensen die één op één, zeker één op één met mij samenwerken, maar ook in de groepsreiken. Ook in de training online manifesteren, daar komen er ook heel veel belangrijke zaken aan bod. Maar weet dus dat iedereen in de kern evenveel, over evenveel kansen, over evenveel mogelijkheden beschikt om een leven vanuit zijn werkelijke zijn, vanuit zijn eigen energie gaan vorm te geven. En
Daar zijn geen ellenlange en oneindig veel cursussen voor nodig. Het enige dat belangrijk is, is dat de codes die in jou zitten weer geactiveerd worden. Dat je er eigenlijk weer bewust van wordt. En dat je dan gaat gaan oefenen. Dat je dan gaat gaan kijken van, oké, op welke manier spreek ik over mijn leven? Wat zijn de verwachtingen die ik heb? Hoe denk ik dat iets mogelijk is? En op welke manier kan ik daar eigenlijk van loskoppelen? Zodanig dat ik kan intappen en mij afstemmen, mijn energie kan afstemmen op die oneindige mogelijkheden. Dus dat en zoveel meer. Er zijn nog zoveel dingen dat ik jou te leren en te vertellen heb. Als het lukt, dan zou ik morgen een video willen maken over een stuk weer over tweelingvlammen en over hoe de communicatie vanuit de vrouwelijke energie en de mannelijke energie, en ook eigenlijk omgekeerd, maar in eerste instantie vooral voor de vrouwelijke energie, waarom dat zo belangrijk is en waarom dat grenzen zo belangrijk is. Dus dat hoop ik dat ofwel in dit weekend ofwel morgen, afhankelijk van hoe het verloopt met mijn afspraken die in mijn agenda staan, hoe dat daarmee zit. Dus dan probeer ik dat hopelijk morgen of in het weekend online te zetten. Heb je zelf vragen? Loop je ergens tegenaan? Weet je niet goed op welke manier je verder kan? Aarzel niet om mij een mail te sturen. Ik probeer op iedereen, ik antwoord op iedereen en ik probeer dat ook zo snel als mogelijk te doen, omdat ik weet, ik heb mezelf, ik heb je ook heel snel graag antwoorden op mijn vragen. Dus ja, dat. Ja, van daaruit probeer ik dat om zo snel mogelijk te doen. Als ik jou niet kan verder helpen, of je hebt een vraag waar ik mij nu bewust niet op richt, want ik ben ook maar beperkt in tijd en ruimte natuurlijk, dan wijs ik jou door, en dan is dat natuurlijk altijd je vrije keuze, maar naar mijn collega Sarah, wanneer dat gaat over readingen en dergelijke. Omdat ik doe nog readingen, of ik doe opnieuw eigenlijk readingen, maar echt specifiek bedoeld voor het helpen van tweelingvlammen. Omdat het zo belangrijk is dat tweelingvlammen doorheen hun eigen ascensie gaan en op die manier dan eigenlijk ook eenheid kunnen creëren met hun tweelingvlampartner. Omdat het belangrijk is voor de collectieve energie dat die zielen in eenheid komen en ook samenkomen. En degene die dan ook een missie samen hebben, dat die aan die missie samen kunnen gaan starten. Dus dat is de reden waarom ik mijn tijd nu enkel qua reading daarop focus. Heb je een vraag over iets anders, dan mag je die mij gerust stellen. Zoals ik zeg, ga ik dan ook eerlijk antwoord geven of dat ik dat inderdaad een vraag kan opgeven. Natuurlijk kan ik altijd een vraag geven, maar ik bedoel, of dat ik jou daar dieper en meer kan op helpen. Want de bedoeling van mijn readingen zijn geen toekomstvoorspellingen, omdat ik geloof en weet dat we elk over verschillende oneindig veel mogelijkheden beslissen en dat afhankelijk van de keuzes die je maakt, je op één of andere tijdslijn zit. Dus van mij ga je nooit geen toekomstvoorspellingen krijgen. De bedoeling van de readingen die ik geef en al altijd gegeven heb, mocht ik vragen aan iedereen die al een reading gedaan heeft, is echt om inzicht te geven, want inzicht heeft kracht. En om tegelijkertijd jou ook te tonen, angsten los te laten natuurlijk, en ook om te tonen waar dat jouw kracht zit, waar dat jij jou saboteert in je mind, in je emoties, welke patronen dat je mag gaan doorbreken. Dus echt bedoeld om te gaan groeien, zodat je het eigenlijk ook zelf allemaal kan, want dat kan je perfect. Dus dat is wat voor vandaag. Het is een heel andere video dan anders. Maar dus eigenlijk was de bedoeling om jullie waar te waarschuwen. Dat je vandaag echt wel let op je woorden. Maar woorden hebben heel veel kracht. Je kunt er iemand mee opliften en omhoog trekken. Maar je kunt er iemand echt ook de grond mee inboren. En zeker wanneer je gaat gaan actiereactie vanuit je eigen wonden en je eigen onzekerheden. Doe het niet. Echt waar. Je gaat veel meer dingen kapot maken dan dat eigenlijk goed is. Het is belangrijk om je waarheid te spreken. Het is belangrijk om te delen hoe dat je voelt. Maar probeer dat op zo'n constructieve manier te doen. Dat het vanuit jezelf komt. Dus dat je vermeldt dat wat dat jij voelt. Wat dat jouw emoties zijn. Jouw gedachten zijn. Jouw onzekerheden zijn. En dat is niet vanuit een beschuldigende manier. Van dat de ander dit of dat of wat dan ook maar verkeerd gedaan heeft. Want dat is niet the way to go. Nu, in ieder geval, als je dat ook wil leren, dan kan je ook natuurlijk met mij samenwerken. Dat zijn ook dingen die ik aanleren. Patronen dat wij net moeten doorbreken, dat we nooit aangeleerd hebben voor kinderen. Als kind bedoel ik. Dus ja,
Als je, als er iets is waarmee je denkt dat ik jou kan ondersteunen of op weg helpen, stuur mij een mailtje of zet jouw ding onder de video en dan maak ik daar wel een nieuwe video over. Zo, dat was voor vandaag. Ik ga snel aan de slag, want ik heb zo dadelijk een klantsessie. En dan zie ik jullie weer later. Dag!